Muziek kan echt een bijdrage leveren aan de concentratie. Dan moet je wel echt denken aan muziek die je dan op de achtergrond afspeelt. Gaat via je oor. Helaas niet meteen je brein in, of helaas. Het gaat via je hersenstam. En daar zitten gebieden die heel belangrijk zijn voor je arousal, voor je opwinding. En dan opwinding in de goede zin des woords, namelijk je schors wordt actiever. Dat is nou precies wat je nodig hebt als je wil concentreren. Kijk, concentratie betekent eigenlijk dat je de ruis, de dingen eromheen, kunt wegremmen. En als je nou muziek opzet, bijvoorbeeld klassieke muziek, dan kan het zorgen dat die frontale lob actief wordt. Als hij actief wordt, gaat hij beter remmen. Hij remt de ruis weg en je kunt daardoor beter concentreren. Dus heel veel studenten en kinderen kunnen juist heel goed studeren met die muziek op de achtergrond, zolang het dus niet muziek is die je afleidt. Er zijn natuurlijk instrumenten die ons vooral aanspreken omdat het heel erg lijkt op de menselijke stem. En die instrumenten is bijvoorbeeld de viool en de cello. En je merkt ook dat die instrumenten vooral dat aspect hebben van ontspanning, stressverlaging, relaxen, weet je, dat soort dingen. Als je door die muziek ontspannen raakt, dan helpt dat natuurlijk uiteindelijk ook het uiteindresultaat. Nou, je concentreert je beter.